deskundig. Veilig haven in de moeilijke buitenwereld. Behulpzaam. Sowieso ambitieus. En persoonlijk. Je geeft mensen een stukje zelfstandigheid terug. De blik in iemands ogen als ze met kerst voor het eerst op weekendverlof kunnen gaan bijvoorbeeld. Ja, is het mooiste wat er is. Absoluut. Op de locatie Ringdijk wordt kinderrevalidatiebegeleiding geboden. Dit is in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, waarbij alle leeftijdsgroepen aparte begeleiding hebben, aangepast, passend bij hun mogelijkheden en bij de leeftijd. Dat houdt in dat we voor de kleinste een dreumesgroepen hebben, voor kinderen van 2 tot 4 peutergroepen en voor de oudere kinderen wordt er polyklinisch of via de methionschool begeleiding geboden. Bij Fed hebben ze vrij vroeg vastgesteld dat hij een hersenbeschadiging had. Alleen kon niemand zeggen hoe dat het zich zou uiten. Op de een of andere manier word je wel een soort van heel veerkrachtig in het bijstellen van je verwachtingen. Soms is dat ook best spannend, bijvoorbeeld voor ouders om te leren van ja, mijn kind was niet zo zelfstandig, maar kan dat wel worden? Dus dan moeten ouders ook leren om een kind de ruimte te geven om die zelfstandigheid te pakken. En dat is niet altijd makkelijk als je als ouder veel zorgen hebt over hoe je kind zich ontwikkelt. Je merkt gewoon in een hele manier van hun plan van aanpak en alles, dat ze ook kinderen zoals verder ook gewoon al veel vaker hebben gezien. Dus ja, dat geeft gewoon een hoop vertrouwen ook. Mijn ervaring is hier dat iedereen echt het onderste uit de kan wil halen om een kind verder te helpen. Dus we gaan echt voor het hoogst haalbare. We proberen rond ieder kind als team samen een plan te vormen. Natuurlijk heeft iedere therapeut zijn eigen specialisme en zijn eigen individuele therapie. Maar we proberen de raakvlakken te zoeken en waar gebieden elkaar raken, dat we daarin ook proberen samen te werken. Je kunt natuurlijk doelen stellen, maar het is niet altijd zo dat je je doelen haalt. Dus op het moment dat dat lukt, op het moment dat je wat jij hebt geprobeerd, dat effect heeft, dat is dan soms een klein feestje eventjes. Je vindt hier heel veel herkenning en erkenning. Dus ik zou het zeker andere mensen, andere ouders aanraden, want het maakt het gewoon makkelijker. Het maakt het gewoon makkelijker.